Ik vind het heel erg belangrijk om uitgedaagd te worden. Getriggerd worden door nieuwe dingen. Dat ik out of mijn comfortzone ga. Dat is geen wat ik zoek. Lichaam en geest moeten echt in balans zijn. Als ik niet sport, dan word ik chagrijnig. Dus ik kan beter sporten. Want dan ben je alleen maar gefocust op dat dingetje wat je op dat moment doet. En dan heb je geen tijd om andere dingen te doen. Los daarvan word je heel fit. En je lichaam is dan een harnas en dan ben je gewapend tegen alles wat er buiten gebeurt. Als ik iemand vraag naar een huis, gewoon een nieuwbouwhuis of een blokhut, waar voel je het prettigste, zegt bijna iedereen aan een blokhut. Maar niemand wil er wonen. Nou, en dan is de volgende vraag die je jezelf kan stellen. Kan ik ze niet combineren, die twee kwaliteiten? De kwaliteit van een stenen huis met de uitstraling en de beleving van een blok. Wat ik iets leuk vind is het omdenken. Als iemand zegt nee, dat kan niet, dan vind ik het vooral heel erg leuk om te denken hoe het wel kan. Heel veel dingen kunnen wel. Alleen soms heeft het een gevolg of een consequentie of je moet een alternatief zoeken. Maar het kan wel. Alleen het zit in ons hoofd, de blokkade. Keyword is dat je met weinig middelen een maximaal resultaat moet halen. Als ik heel diep in mijn hart kijk, ben ik ontdekkingsreiziger. Dus als je het hebt over ontdekken, is een eigen onderneming starten is natuurlijk een hele grote ontdekkingsreis, intellectueel. En dat is natuurlijk het mooie van een eigen onderneming. Je draait zelf aan de knoppen en je bent zelf continu aan het ontdekken. In mijn vorige carrière bij Defensie hield ik me bezig met iets wat ertoe deed. Ik was daar voor mijn manschap. En als ik een slechte beslissing nam, had dat direct effect op mijn manschap. Maar als ik het goed deed, had dat ook direct effect. Je deed dingen die andere mensen niet deden en je deed ook nog iets nuttigs. En daar was ik trots op. Nou, dat had ik met een eigen bedrijf minder. Kijk, natuurlijk heeft het effect met het personeel. Daar draag je iets voorbij, die heb ik ook allemaal geen zin. Maar wat droeg ik nou bij aan de maatschappij? Heel veel mensen zeggen, nou ja, je zet een gebouw neer, draag je iets bij, hè, want mensen moeten wonen. Aan de andere kant, je doet ook onrecht aan het milieu. Je komt middelen in de omgeving die niet zo goed zijn voor de wereld. En dat heeft me wel op een gegeven moment tot het denken gezet. Ja, oké, maar als ik het dan doe, dan moet het ook iets bijdragen. Dan wil ik ook dat het echt iets bijzonders en spraakmakends is waar ik trots op kan zijn. Toen zijn wij als bedrijf gaan kijken, goh, waar zouden we zelf naar trots op zijn? Wat zouden we nou echt willen? Nou, en dan ga je natuurlijk dingen bedenken die gewoon kostbaar zijn. Maar die kun je ook rendabel maken, want wij geloven dat kwaliteit betaalt zich ook wel terug. We hebben natuurlijk doelstellingen voor geldtechnisch om een bepaald geld binnen te halen, maar we hebben ook een doelstelling voor kwaliteit. Iets waar we gelukkig van worden als mens. Dus wij zijn bereid om genoegen te nemen met minder winst als we een mooie product leveren. En dat vertaalt zich door in onze projecten. Dus als wij zeggen, als we iets maken, dan moeten we er zelf trots op kunnen zijn. En dan hopen we dat andere mensen er ook trots op zijn. Als ze daar gaan blijven, gaan werken of gaan leven. Maar waar ik graag beter in zou willen zijn, is genieten van het moment. Ik ben altijd bezig met kijken naar voren. Dat inspireert me, dat zorgt voor een drive. Terwijl, als je kijkt naar wat we al gedaan hebben, is natuurlijk al fantastisch.